Laatste blad en dat betekent de laatste drie finales. Race 25. De jongens van 16 en 17 jaar. Voor Nijkerk hebben wij Mathieu Rademaker. Voor de lossprinters Jeroen Lusseveld. Voor FCC Putten Stefan van den Bergen. BMX Apeldoorn Elwin Remmert. De Vivo Crosses Gilles Wiersema. De Woepers Henk Herkens. Unitas Arsen is hier met Dick Jansen. En hou hem in de gaten, Prins Minimars Ruben voor de lastprinters. Heren, succes. Oké, ja, wie kan daar de oorzicht pakken? Mars is snel weg aan de binnenkant. Maar in de midden is Remmers ook snel weg hoor. Dan raken ze elkaar even. En dan zien we gewoon Lusseveld, die gewoon van achteraan. Pakt ook een hele goede eerste lijn. En dan zien we dus Mars op 1, Lusseveld op 2, Remmers op 3, Jansen op 4, Van den Bergen op 5, Wiersema 6, Herken 7 en Rademaker 8. En vooraan wordt het dan nog spannend. Kan Lusseveld nog wat proberen? Of komt Remmers er nog aan? We zien in ieder geval nog steeds Ruben Mars op positie nummer 1. Hij sprint daar. En dan doet je Lusseveld neer. Dan heeft hij een gaatje hoor. Het lijkt toch Ruben Mars te gaan worden. Maar ook Ruben Mars die de titel mee in de Nijverdal. Ja, Ruben Mars achterhoekskampioen voor Elwin Remmers en Jeroen Lusseveld.